van wat is nou de verantwoordelijkheid van hele grote ondernemingen, van multinationals. Nou, misschien is dit een heel mooi voorbeeld van hoe ze dat dan opvangen. Nog even het laatste woord aan jullie. Nog een oproep aan de politiek. Want Remco, jij bent eigenlijk heel kritisch, hè? Ook voor onze eigen partij. Ja. Ja, we moeten niet te veel regeltjes hebben, want dat werkt eigenlijk ook alleen maar sanctionerend. Nee, dat wil ik helemaal nuanceren. Ik geloof absoluut. Ik geloof dat je moet beginnen met inspireren en motiveren. En als het dan vervolgens niet werkt, moet je wel degelijk regels gaan bedenken om de boel te regelen. Maar ik denk dat je, als we het over een groep van 650.000 mensen hebben die nu buiten de boot vallen, dat je moet gaan proberen om de eerste kwart maar eens gewoon in de kracht te zetten en weer aan het werk te krijgen. En dat je dan voor de rest wat gaat regelen, ben ik ook voor als ondernemer hoor. Dus dat vind ik helemaal niet erg. Maar het gaat wel om de volgorde. Nou, wat ik toch wil graag nog aandacht voor vragen. Ik ben onder andere samen met Bert gaan we dit jaar proberen een hele grote conferentie, echt een hele grote conferentie te organiseren. Een beetje een soort TEDx-conferentie. Puur over sociaal ondernemerschap, maar dan wel inderdaad met de insteek van hoe kunnen we gaan zorgen dat we ondernemers op een andere manier de mensen laten kijken. Dus hoe ga je kijken hoe mensen hoe je naar de unieke kenmerken van mensen, mensen kan gaan plaatsen in bepaalde functies en op die manier weer aan het werk te krijgen. En dan in de hoop inderdaad om op die manier ondernemers gewoon op een andere manier naar mensen te laten kijken. En dat wordt een conferentie waar een paar duizend mensen hopelijk naartoe komen, die minister Kamp wil gaan openen en die ook geld beschikbaar heeft gesteld. En waar het doel wordt om daar dus de lokale politici naartoe te krijgen om die te zorgen dat die inspirerende maatregelen gaan treffen en ondernemers een andere manier verdenken. Nog wel even een kritische vraag, want je hebt het over inspirerende maatregelen, dat klinkt toch wat abstract. Wat is nou een inspirerende maatregel? Nou, ik denk gewoon heel simpel, als ik, het is wel een beetje een dood voorbeeld wat heel vaak komt, maar Atos in Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Ik heb zelf een aantal softwarebedrijven en als je bij een softwarebedrijf zit, het grootste probleem is software testen. Waarom? Dat is het werk controleren van een programmeur. Dat moet gebeuren door een programmeur en die is gelijk gefrustreerd, want die denkt ik kan dat veel beter. Dus wat gebeurt er? Software testers zijn niet te vinden. Nou, wat heeft Atos in Duitsland gedaan? Die hebben op een gegeven moment autisten aangenomen, kenmerk, hoogopgeleid, intelligent, vaak florerend bij herhalende werkzaamheden. Ze hebben daar 10 mensen aan het werk gezet. Dat was een mega succes. Mensen waren nooit ziek, zeer gemotiveerd, werden helemaal in hun kracht gezet. Ze zoeken nu 1000 mensen. Nou, dat is kijken naar de unieke kenmerken van mensen en op die manier kan je mensen gewoon aan het werk helpen. Nou, geweldig voorbeeld ook volgens mij van inderdaad hoe je dit... Dat soort voorbeelden moet je ondernemers laten zien. Gewoon met doodgooien, met goede voorbeelden, hoe je gewoon betere ondernemersresultaten kan halen door mensen, door breder naar mensen te durven kijken. En ik wil nog oproepen, als mensen willen helpen bij die conferentie, dat ze dat graag doen. We hebben ook heel veel mensen nodig om mee te denken over de inhoud. Ja. Straks melden. Nee, ik ga geen vraag meer uitvragen. Nee, geen vraag meer uitvragen. Nee.